Een hele goede avond allemaal. Welkom bij de eerste webinar die we organiseren in het kader van Varen Doe Je Samen on Tour. Mijn naam is Carlijn van Leeuwen van Varen Doe Je Samen en vanavond nemen we je mee in de wereld van de binnenvaart. Een kort woord over de campagne. Varen Doe Je Samen is een voorlichtingscampagne op het gebied. Horen jullie mij nog? Nee, ja. Excuus. Een kort woord over de campagne. Varen Doe Je Samen is een voorlichtingscampagne op het gebied van veiligheid op het water. En dit jaar trekken we met on Tour het land in, zowel digitaal als fysiek. Waar je ons kan tegenkomen op plekken zoals sluizen, havens en uiteraard ook op het water. Maandelijks organiseren we digitaal een interactieve vaarquiz of zoals vanavond een informatieve webinar. Graag stel ik jullie voor aan Andries de Weert, zelf onder andere binnenvaartschipper, docent en actief binnen BLN Schuttevaar. Hij zal jullie een inkijkje geven in de binnenvaart en aan het eind van deze webinar ben je in staat om veilig het vaarwater met een binnenvaartschip te delen. Er is ruimte voor het stellen van vragen in de YouTube-chat en Andries zal na afloop nog een aantal van deze vragen beantwoorden. Ontzettend veel plezier vanavond en nou, graag geef ik het woord over aan Andries de Weert. Dankjewel Carlijn. Ja, best spannend, want ik heb geen idee tegen wie ik zit te praten eigenlijk. Het is net of ik in een donkere zaal zit te kijken. Vanaf mijn stuur het. Nou, u ziet een plaatje, daarmee wil ik aantonen dat ik soms varende ben. En er zitten bij u vast wel recreanten die heel veel door Nederland varen en die meteen dit plaatje herkennen. Nou, dan wil ik u uitdagen. Laten we afspreken dat de eerste 10 mensen die de locatie en de rivier goed hebben, die mogen dat chatten of mailen naar Varen Doe Je Samen. Die krijgen van mij een mooie Schuttevaarvlag. En dat is best mooi om daarmee rond te varen door Nederland. Verder heb ik geen idee of u allemaal recreant bent of dat er ook ex-collega's of collega's uit de binnenvaart bij zitten. Misschien zitten er de mensen van Rijkswaterstaat bij of andere beheerders van vaarwegen die gewoon eens mee willen kijken wat de binnenvaart doet. Maar dat is mijn bedoeling voor vanavond, om jullie mee te nemen in nou ja, wat voor bedrijfstak zijn we eigenlijk. En wat zijn onze wensen en ideeën over het varen doe je samen en hoe kunnen we dat met elkaar veiliger maken. Varen doen we al heel lang en dat ziet u terug in de tijd. De VOC-tijd, daar zijn we rijk mee geworden. Wij waren een varensnatie. En ik denk dat we een heel groot deel van onze welvaart door de jaren heen te danken hebben gehad aan onze ligging aan de grote rivier, de Rijn, die een doorvoerhaven, doorvoerrivier is voor heel Europa. Goederen gaan Europa in, gaan Europa weer uit. En dat gaat via de natuurlijke vaarweg, de Rijn. En dat heeft ons heel veel gebracht, denk ik. Veel overslag, veel reuring langs de kust. En u ziet er dat de schaalvergroting heeft toegepast. U ziet de schepen steeds groter worden. Dat plaatje in het midden, dat is een oude tjalk. Nou, ik ben op zo'n soort scheepje ben ik groot geworden. Mijn wiegje stond op een steilsteven van 110 ton. En we hadden daarmee precies vast werk mee naar Friesland. Op die manier doorkliefden we het IJsselmeer. En ja, ik ben van de tiny houses, kun je zeggen. Want we voerden daar met 6 personen op. Ik had nog 2 broers en een zusje. En mijn ouders, dus het was niet ruim, maar wel gezellig. Ik ga u meenemen naar onze bedrijfstak. Enkele cijfers. U heeft misschien geen idee hoeveel schepen er eigenlijk varen in Nederland. Sommigen komt u 2 keer per week tegen en anderen misschien wel nooit. Maar we zitten aan een dikke 8000 binnenvaartschepen. Dat aantal dat groeit niet echt, maar de tonnage die we daarmee kunnen vervoeren groeit wel. Dat betekent dat we behoorlijke schaalvergroting meemaken de laatste jaren. En dat zal u ook niet ontgaan zijn als u over de rivieren en de kanalen vaart in Nederland. Wij hebben in totaal zo'n 37% vervoersaandeel in Nederland ten opzichte van spoor en weg. Dat is een aanzienlijk deel. En we bieden aan een behoorlijke grote groep mensen een hele leuke arbeidsplaats. Met wat voor schepen varen we nu? Nou, dat zijn vooral droge ladingsschepen. U ziet hier aan de linkerkant een zogenaamde campernaar. En zo'n campernaar zit tussen de 500-600 ton. En is het equivalent van 26 vrachtauto's die we daarmee van de weg halen. Schepen worden groter. Daarnaast heeft u een schip van een goede 100 meter. Die vervoert een lading van 80 vrachtwagens. En zo kennen we ook de containerschepen. Nou, en die worden ook steeds groter. Neem de Zembla. En die heeft dan een capaciteit van 500 teu. En een teu is in dit geval een equivalent voor een 20 feet container. Dat betekent dat dit schip zou 520 voet containers kunnen laden. Nou, die kunnen we
met 250 vrachtwagens ook vervoeren. Nou, dan heb je toch een flinke file van vrachtauto's als je diezelfde lading over de weg zou moeten doen, niet over het water. Daarom blijft vervoer over water nog altijd erg duurzaam. Vooral internationaal is dit erg sterk groeiend, die containervaart kunnen we zeggen. We zijn ook creatief als het gaat om vervoer van auto's. We kunnen zomaar 530 nieuwe Fortjes van Keulen naar Vlissingen brengen. Die zouden anders per trein of per as moeten. Maar per schip gaat het net zo makkelijk. Je moet je schip er wel voor aanpassen natuurlijk. Maar deze klant maakt ook graag gebruik van de faciliteiten van de binnenvaart. Dan komen natuurlijk ook heel veel schepen tegen die vloeibare lading vervoeren. Vloeibare lading is soms ook gevaarlijke lading. De diesel en de benzine van uw auto wordt vaak per schip naar het achterland gebracht, naar de depots waar vandaan het weer naar de benzinestations gaat. En dat herkent u aan de gesloten schepen met heel veel leidingen aan dek. Zien er best wel spannend uit eigenlijk, en dat zijn ze ook soms wel. Want zij kunnen dus zogenaamde licht ontvlambare stoffen vervoeren. En dat kun je dan zien aan die blauwe kegel. En die blauwe kegel, die ziet u hier linksboven. Als een schip dat signaal voert, dan betekent dat hij dus licht ontvlambare stoffen vervoert. En dan hebben we ook graag dat u minimaal 10 meter uit de buurt van dat schip blijft. U zult ook nooit samen met zo'n schip schutten, want we willen dat niet samen in één kolk hebben. En zo hebben we ook schepen die varen met twee blauwe kegels. Nou, dat zijn dan nog weer gevaarlijke stoffen. Dat zijn zelfs dan chemische stoffen en gevaarlijk voor mens en dier. Blijf uit de buurt van deze schepen. En deze schepen hebben ook speciale lichtplaatsen en speciale faciliteiten bij het schutten. Dit lijkt ook een tanker, maar deze vervoert geen vloeibare lading. Dit noemen wij een zogenaamd ketelschip eigenlijk. Oftewel, hij vervoert cement. Helemaal niet wat dat betreft licht ontvlambaar en niet gevaarlijk. U ziet daar wel een blauw teken, maar dat is het blauwe bord. Daar ga ik straks wat over vertellen. Maar dit type schip ziet er heel spannend uit misschien. Het lijken gastanks, maar dat zijn gewoon tanks die geladen zijn met cement, kalk, bodemas, vlieggas. Dat soort producten die we graag milieuvriendelijk bij de klant brengen. Ze worden in die tank vervoerd, gaan met een slang aangekoppeld. Worden ze in een silo geperst en op die manier komt er geen stofje in de buitenlucht en kan de klant toch milieuvriendelijk zijn product ontvangen. Op het rechterplaatje ziet u een categorie die dit jaar ontzettend slecht heeft. De passagiersschepen. U ziet hier een dagpassagiersschip. Er zijn natuurlijk heel veel hotelschepen ook. Die kent u vast ook wel. Waar 100 personen ook mee kunnen varen en kunnen slapen. Nou, die branche vaart dit jaar nog niet, ben ik bang. Maar dat is wel een hele grote onderdeel van de binnenvaart als het gaat om vervoer. Nou, dit zijn natuurlijk de dingen waar we heel goed in zijn. De bulk, de duwstellen, een 4-baks duwstel. Nou, geladen neemt dat zo'n 11.000 ton mee. Een 6-baks duwstel, 14.000 ton, kom je hoofdzakelijk tegen op de vaarweg tussen Rotterdam en het Roergebied. Voor het bevoorraden van de centrales daar. Dan wonen en werken we ook aan boord. Dat zal u vast wel eens opgevallen zijn. We kunnen zeggen dat we eigenlijk twee categorieën schepen hebben. We hebben schippers die zijn eigenaar van het schip en die wonen op het schip. Nou, er wordt ons wel eens gevraagd van, kun je wel rechtop lopen in zo'n woning? En heb je wel stromend water? Nou, ik hoop dat deze plaatjes laten zien dat dat echt wel kan. Er is een categorie die woont ook niet aan boord. Die zijn in loondienst bij een rederij. En die hebben dan vaak een ander systeem. Die hebben gewoon een huis aan de wal. En die varen dan bijvoorbeeld 14 dagen op zo'n schip. Na 14 dagen gaan ze naar huis en dan neemt een andere ploeg het werk over. En zo werken ze dus in een maand tijd 14 dagen aan boord, 14 dagen thuis. En hebben ze gewoon een normaal leven aan de wal. En eigenlijk is dat best wel een mooi bestaan. Want bij welke baan ben je nou een half jaar vrij en ben je een half jaar aan het werk en krijg je toch een jaarsalaris. Dat is op zich toch best een leuke werkgever. En als varen dan ook nog je hobby is, nou, dan zie je de prachten daar mooi op die, in die stuurhut over je containers heen te kijken. Wat ons enorm sociaal geholpen heeft is de autokraan. Dat ziet u rechtsonder. Hierdoor was het mogelijk om bijvoorbeeld de kinderen makkelijker naar school te brengen, naar het internaat, boodschappen op te halen, een monteur aan boord te krijgen. Dat heeft de wereld wat dichterbij gebracht bij de schipper. De parlevinker was niet meer nodig. Ja, en je zult nou bijna geen schip meer zien zonder een autokraan. Betekent ook dat de schippers vaak ergens een legplaatsje zoeken waar ze ook de auto van boord af kunnen doen. Dus heeft het daar begrip voor als zij ergens naartoe varen om even snel de auto aan de wal te zetten. Want dat is dan om dat moment voor het weekend ergens naartoe te kunnen gaan. En dan varen doe je samen.
Ik vaar al heel wat jaren op verschillende manieren door Nederland heen. En ik ben best wel betrokken bij wat er op het water gebeurt. En wat mij opvalt is dat als ik aan mijn collega's vraag van hoe is jullie samenwerking met een watersporter. Nou, dan hebben ze allemaal wel een keer een slechte ervaring met een watersporter. En dat is niet altijd terecht, want er zitten ook hele serieuze watersporters tussen. Omgekeerd, als ik aan u vraag wat is uw ervaring met de beroepsvaart, dan kan ik me ook voorstellen dat u wel eens een minder leuke ervaring heeft gehad met een collega van mij. En dat was voor mij eigenlijk ook de reden dat ik zeg van nou, ik moet zorgen dat ik via BLN Schuttevaart, waar ik bestuurslid ben, mee ga doen bij Varen Doe Je Samen. Om ook mijn eigen collega's nu dan eens de spiegel te kunnen voorhouden van jongens, wij zijn het goede voorbeeld, wij zijn de professionals. Maar laten we het goede voorbeeld ook altijd wel zien. Doen wij ook inderdaad de schroef uit in de sluis? Geven wij medewerking aan de recreatievaart waar het gevraagd wordt van ons? Nou, dat is een missie voor mij en die is nog niet af. En daarom kwam het wel mooi uit dat ik nu jullie dit verhaal kon vertellen. En kan laten, jullie een kijkje in mijn keuken kan laten geven. Waardoor we wat meer begrip voor elkaar gaan krijgen. Van beide kanten. Dat zal moeten gebeuren, denk ik. Ik ben in werkelijkheid maar 1,75 meter. Velen van u zijn misschien wel langer dan mij. Maar als ik op het water ben, dan ben ik toevallig groot. Want dan vaar ik meestal op een schip wat langer is dan 20 meter. En dan zit u toevallig op een schip wat kleiner is dan 20 meter, ja, dan bent u klein. En dan heet het klein moet wijken voor grootse nu dan. Nou, maar hier en daar hoeft dat ook weer niet. En daar wil ik het met u over hebben. Hoe kunnen we nou zorgen dat wij op een veilige manier elkaar gaan ontmoeten? En daarvoor wil ik bijvoorbeeld, en dat vind ik een fantastische uitvinding van Varen Doe Je Samen, zijn we knooppunten gaan maken. Voor mij was dit een eye-opener toen ik dit voor het eerst zag. Want ik vaar best hier vaak. En u herkent het misschien wel. Ik neem u als voorbeeld even mee naar het Amsterdamse IJ. Dit is een voorbeeld van zo'n knooppunt. Velen van u kennen het waarschijnlijk al. Want het is waar Varen Doe Je Samen groot mee is geworden. Wat best populair is. Maar bent u een nieuwe luisteraar, dan is het misschien wel handig om dit even mee te kijken hoe dit werkt. U ziet hier vaak een knooppunt in Amsterdam. Hier komen we van de Oranjesluis af. Stel, we willen een mooi dagje naar het IJsselmeer. Dat betekent dat we moeten de Oranjesluis gaan passeren. En dan kunnen we naar het buiten-IJ varen, naar het IJsselmeer. Maar voordat we daar zijn, dan moeten we dit oversteken. En dat betekent dat dit is de hoofdroute naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal komen heel veel schepen, waarvan een 50% naar Amsterdam gaat. En andere 50% gaan naar de Oranjesluizen. Uit die Oranjesluizen, wat vier kolken zijn, komen ook nog eens een keer schepen. En sommige schepen gaan rechtdoor naar Amsterdam. En sommige schepen gaan het Amsterdam-Rijnkanaal op. Als ik hier dan met mijn recreatieschip aankom varen, dan zou ik niet weten wanneer ik veilig kan oversteken. Nou, daar hebben we met z'n allen over nagedacht. En daar heeft ook de beheerder, de Port of Amsterdam, de binnenvaart en Varen Doe Je Samen hebben gezegd, nou, wat is hier nu een van de beste plaatsen om over te steken? Nou, dat vinden wij op het rechte gedeelte nog, bij de I5, die groene boei I5. Als je daar bent en je kijkt goed voor je en achter je en de vaarweg is vrij, dan is het advies om daar over te steken, zodat je daar naar de rode kant kunt gaan. En achter de betonning kun je dan vrij van het vaarwater naar de noordenkant, naar de Noordersluis varen. Want dit is toevallig ook weer de sluis die helemaal ingericht is voor de recreatievaart. En zo kun je op een veilige manier dit sluizencomplex volgen, passeren. Als je dit knooppunt niet tot je hebt genomen, voordat je gaat varen, dan is die reis best spannend. Dus we adviseren altijd van, voordat je met je reis begint, ga een reisvoorbereiding doen. En verdiep je eventjes in de knooppunten. Vroeger waren dat boekjes. Tegenwoordig kun je die gewoon op internet downloaden en doorlezen. Wij doen dat ook als professionals. Wij bereiden onze reis ook voor. En wat staat ons te wachten aan diepgang? Zijn er stremmingen onderweg? Nederland is altijd in verbouwing. Dus wij hebben daar ook behoefte aan om onze reis voor te bereiden. Dan wil ik met jullie hebben over de dode hoek. Dode hoek is natuurlijk een fenomeen wat we allemaal kennen. En waar we liever niet in willen zitten. Dit is het blik vanuit de stuurhut. Wat u ziet is een flinke rij containers. U ziet hier de cockpit, om het zo maar te zeggen. Hier zit ik te sturen. U ziet de bediening, het stuurpookje. U ziet hier het radarbeeld, de bochtaanwijzers, de dieptemeters. En nog een elektronische kaart. En hierboven heb ik een aantal camera's waarmee ik de gangboorden, het voorschip en het achterschip in de gaten kan houden. Nou kan het wel eens gebeuren dat ik een brug moet passeren die voor mij te laag is om er onderdoor te kunnen. Voor de containers kunnen er onderdoor, maar de stuurhut kan er dan niet onderdoor. Wat doe ik dan? Daarvoor heb ik die hefbare stuurhut. Ik laat die stuurhut wat zakken, zodat ik er toch onderdoor kan varen.
Maar dat doe ik pas als ik me ervan vergewist heb dat de vaarweg vrij is, dat het veilig kan. En ik maak gebruik van al mijn hulpmiddelen die ik u net heb laten zien. En we hebben daar een filmpje voor klaarstaan. Dat willen we even laten zien. Bram, kun jij dat filmpje nu starten? Oké, nou, ik vaar hier op het Amsterdam-Rijnkanaal. Ik kom net uit de sluis Vreeswijk. De Nieuwegeinse brug heb ik voor me. Ik heb 3 containers, die zijn allemaal leeg. En daarmee kan ik net onder de bruggen door, maar me stuurt het niet. Nou heb ik om me heen gekeken en ik zie dat er geen scheepvaart is. Er zijn hier geen rondvaartboten, er is hier ook geen recreatievaart. Dus ik laat de stuurhut zakken en ik laat hem zo verzakken dat ik zeker weet dat ik niet de brug raak. Maar op dat moment sta ik dus helemaal achter de dozen, zoals ik dat noem. En dan sta ik achter de containers en ik kan dan niet meer recht naar voren kijken. Maar ik heb mijn beeld van mijn camera en die ziet u zo meteen onderin. Onderin ziet u dan mijn camerabeelden, u ziet mijn radarbeeld en de elektronische kaart. Dus ik weet precies wat er voor mijn schip gebeurt. Ik heb ook een camera op het voorschip. Dus u wordt gezien. Mooi. Dan een ander fenomeen is zuiging. En daar moet ik een stukje theorie voor uitleggen misschien. Dit plaatje wat u hier ziet, dat zou een vrachtschip kunnen zijn wat zich voortbeweegt. En wat helemaal niet zo vreemd is, is dat er dan voor het schip ontstaat een bult, een berg, en achter het schip een kuil. En afhankelijk van hoe breed het schip is, hoe diep het schip is en hoe snel het schip vaart, is die berg groot en is die kuil ook groot. Een leeg schip heeft dus veel minder waterverplaatsing dan een geladen schip, dat is logisch. Maar die zuiging, dat fenomeen, dat wordt veroorzaakt omdat u ziet het al een beetje. Aan de voorkant stuwt het water op en het water heeft een gekke eigenschap dat het van hoog naar laag gaat stromen. Dus het gaat stromen langs het schip naar de achterkant om die kuil zo snel mogelijk op te vullen. Als ik met een gang van 12 km per uur over het Amsterdam-Rijnkanaal vaar, dan kijk ik naar de kant en dan zie ik mezelf met 12 km per uur voortbewegen. Maar kijk ik naar het water, dan zie ik dat het water met 14, 15 km per uur naar achter gaat. Dat water wordt versneld namelijk omdat het van hoog naar laag gaat stromen. Als wij op dat moment u gaan passeren, u vaart als recreant vlak langs de kant en wij komen u voorbij, dan merkt u dat u door het voorbijkomen van ons schip achteruit gezogen wordt. Dat komt dus door deze zuiging. Doordat het water zich naar achteren verplaatst, die wil die kuil achter het schip gaan opvullen, wordt u in uw snelheid geremd. Nou, u kunt best erdoor blijven varen, maar wilt u hier vanaf van deze situatie, dan adviseer ik altijd van nou, doe een klein beetje een tandje eraf, wat minder vermogen, zodat we zo snel mogelijk voorbij zijn. En dan kunt u ook weer rustig varen en dan hebben we geen last meer van elkaar. Waar u dan nog wel rekening mee moet houden, is dat achter het schip ook nog een soort volgstroom komt. Dat ziet u met dat pijltje aan de achterkant van het schip, want die kuil die wordt ook gevuld met water vanaf de achterkant. En daar moet u wel rekening mee houden, omdat dat kan zorgen dat u naar het schip toe wordt gezogen. En daarom moet u altijd op die situatie zorgen dat u voldoende motorvermogen heeft en voldoende afstand houdt van het schip om niet naar het schip toegezogen te worden. Dat is best een raar fenomeen. En wij hebben daar ook een bijzonder filmpje van. Dat is een filmpje dat is genomen door de camera bij de brug bij Driemond. Driemond is een klein plaatsje aan het Amsterdam-Rijnkanaal. En hier zijn dus twee schepen die zijn elkaar aan het oplopen op het Amsterdam-Rijnkanaal. Die zijn niet op beeld van de camera. Die zie je in de verte voorbij flitsen. Maar u moet eens kijken wat de gevolgen zijn, wat er gebeurt in dat kanaaltje bij die sluis bij Driemond. Bram, zou je dat filmpje eens kunnen laten zien? Ja. Nou, u ziet daar een rustig tafereel. Stel dat je nu van plan was nog onder die brug door te varen, omdat je denkt, ik kan er net onderdoor, ik heb 3 centimeter over, ik probeer er onderdoor te varen. Nou, kijk even goed voor je wat er dan gebeurt. Die schepen zijn voorbij en die golf, die volle stroom, die gaat zijn weg zoeken en die ziet daar in één keer een sluis waar die ook doorheen kan. En dan gebeurt dit. Zelfs de mens met de hond schrikken ervan. Ja. Brengt mij bij een volgende onderdeel over de snelheid. Vergis je niet in de snelheid van elkaar. Nou, als we zo'n groene, snelle draagvleugelboot aanzien komen, dan weten we dat die snel gaat.
Maar het schip daarachter, het zeeschip, geeft de indruk dat hij heel rustig vaart. Maar vergis je niet in die snelheid. En zo is het ook in relatie tussen ons grote schip en uw wat kleinere schip misschien. De snelheden lijken niet groot, maar ze zijn toch best wel aan de hoge kant nu dan. Op het moment dat u vlak voor zo'n schip gaat varen. Wees er dan ook van bewust, ook bij zo'n groot zeeschip, dat daar dus een enorme zuiging om dat schip heen zit. Ook die verplaatst per seconde tientallen kubieke meters water aan de voorkant, die aan de achterkant weer aangesloten moeten worden. Dus om dat schip heen zuigt het ook enorm. Dus blijf uit de buurt van dat schip, want u wordt er zo naartoe gezogen, waardoor u de macht over uw eigen schip kwijt kan raken. En dat gunnen we elkaar niet. Dan moeten we het nog hebben over stuurboord walvaren. Dat is ook weer een standaardfout zowat voor het beginnend vaarweggebruiker. Het linkerbordje staat op het stenen hoofd bij Amsterdam, bij het Centraal Station. En dat is typisch zo'n vaarweg dat als je daar vaart, dan zit je heerlijk om je heen te kijken. En er is genoeg te zien, de ponten steken over, er komen rondvaartboten uit de grachten. En je vergeet achterom te kijken. En je hebt ook niet in de gaten dat je zo langzaamaan naar het midden van de vaarweg bent gezakt. Nou, dat is levensgevaarlijk daar, want de schepen die komen van alle kanten daar. Dus blijf achterom kijken. Je doet het op de weg ook. Nou, op het water is het zeker zo belangrijk dat je regelmatig achterom kijkt. Want je ziet het aan dat linker plaatje. Hoe gaat dat aflopen? Die drie schepen die kunnen niet meer uitwijken. En het bootje zit lekker onschuldig op deze mooie dag te varen. En als je nu achterom kijkt, dan schrok hij zich rot. Nou, wees gerust, dit loopt goed af. Ik heb deze foto zelf gemanipuleerd om het voorbeeld duidelijk te maken. Dus hier gebeurt niks ernstig. Dit is alleen maar een plaatje. Dan het blauwbord. Altijd een onderwerp waar we heel veel discussie over kunnen voeren. Ik zeg wel eens van, we hebben één probleem. We hebben twee schippers en dan krijg je al heel snel drie oplossingen. Ik ga je eerst vertellen waarom wij met een blauwbord varen nu dan. Dat is niet zomaar een hobby van ons, maar daar hebben we een reden voor. En daarvoor ga ik eerst aan de linkerkant uitleggen hoe de rivierbodem in elkaar zit. De rivier is een natuurlijke vaarweg. Die stroomt van hoog naar laag, van de berg naar zee. Dat betekent dat er in de buitenbocht vaak een stuk diepere rivier is. En in de binnenbocht is die aan het aanzanden eigenlijk. En dat buitenbocht noemen we dan ook de hang. En de binnenbocht noemen we de oord. En als wij als mens niet ingrijpen in deze ontwikkeling, dan zou die bocht steeds groter worden. Nou, we hebben ingegrepen, we hebben de kribben gemaakt, strekdammen, zodat die rivier een beetje op zijn plek blijft. Maar nog steeds zie je dat het water in de buitenbocht sneller stroomt dan in de binnenbocht. Die stippenlijn die je dan ook ziet op het linker plaatje, die noemen wij de zogenaamde stroomdraad. En dat is eigenlijk een denkbeeldige lijn die alle deeltjes van de rivier, waar de rivier het snel stroomt, met elkaar verbindt. Dus je ziet die snelle stroom, die zit de ene keer aan de linkeroever en de andere keer aan de rechteroever. Nou, dat weten wij. Nou is het zo dat als wij met onze lading van Rotterdam naar Zwitserland willen, dan moeten we die hele rivier opcrossen. En ja, dan willen we dat zo economisch mogelijk doen. En dan ziet u op dat rechterplaatje hoe we dat het liefste doen. En dan willen we eigenlijk zoveel mogelijk in de binnenbochten varen. Want als we in die binnenbocht varen, we hebben ten eerste de kortste weg, maar we hebben ook nog de minste stroom. We moeten alleen zorgen dat we diepgang genoeg hebben. En dat is altijd afwachten van de ene bocht is wat dieper dan de ander. Maar als u de stippenlijn volgt van rechts naar links op het rechte plaatje, dan ziet u dat dat de opvaart is. Dat is dus het schip wat tegen de stroom invaart. Die neemt in het begin gewoon de binnenbocht. Maar halverwege daar zegt hij, ja, ik zou graag de volgende bocht ook de binnenbocht willen hebben. Dus hij steekt over. En hoe doet hij dat nu? Door met dat blauwe bord een signaal te geven aan de scheepvaart die in de afvaart is van, luister, ik wil graag met u stuurboord passeren. Dat is op het water toegestaan. Doe je dit op de weg, dan ben je meteen op het nieuws. En dan leggen ze de hele snelweg voor je stil. Maar op het water is dit dagelijkse kost voor ons. Daar worden wij niet zenuwachtig van. En dat vinden wij eigenlijk vrij normaal. En op die manier neemt het schip dus de kortste weg. De meest economische met de minste brandstof. Dat andere schip wat in de afvaart is, ja, die gaat met de stroom mee en die vindt dat juist wel prettig, want die wil juist zoveel mogelijk door die buitenbocht. Daar heeft hij de meeste stroom, het diepste water, dus hij heeft ook de meest economische vaarweg. En vandaar dat we dit al jaren met elkaar doen.
Maar dan wordt het lastig als er op een gegeven moment recreatievaart ook hier gaat varen. Want ja, hoe kun je nou op een veilige manier je hier tussen die beroepsvaart begeven? Nou, daar hebben we een paar voorstellen voor. En die kent u als u vast lid bent van Varen Doe Je Samen. Dan kent u ze uit de folder, uit de brochures. Als we bij het linkerplaatje beginnen, en dat is een normale passage, dan is het zo dat het schip is in de opvaart, het grote schip, dat heeft gewoon zijn binnenbocht. En u bent als recreant in de afvaart en u neemt gewoon de meeste stroom mee. Prima, niks aan de hand. Dan komen we op plaatje 2 en dan wordt het al wat lastiger. Want hier heeft het schip wat tegen stroom vaart, dus in de opvaart vaart, heeft het blauwe bord bijgezet. En nu komt u als recreant, komt u afvaren, komt u dit tegen. Ja, en dan kunt u 2 dingen doen. U kunt denken van nou, dat blauwe bord is niet voor mij. Ik mag ook geen blauwe bord volgen, geen voeren. Dus ik hoef er niet op te reageren. Formeel heeft u gelijk. Maar u kunt uzelf wel een dienst bewijzen door daar toch wel op te reageren, mocht de omstandigheden daartoe veilig zijn. Dus kijk eerst goed achter je. Wat zit er achter me? Word ik niet opgelopen? Wat zit er achter dat andere schip? Want dan is het natuurlijk best handig om die buitenbocht te nemen, want dan pakt u de meeste stroom. U heeft daar ook de meeste ruimte. En u moet dat wel tijdig doen. En tijdig aan de schipper laten zien wat uw plannen zijn en duidelijke koers varen. U mag uw eigen wal houden uiteraard, want de schipper die in de opvaart is, die heeft namelijk de verplichting om een geschikte weg vrij te laten voor het schip in de afvaart. Dus wij kunnen niet zomaar u de kant in drukken en zo moeten we ook rekening houden met geladen afvaart en met lege afvaart van onze collega's. Dan het derde plaatje, dat is denk ik ook een logische, dan bent u het kleine schip. Grote schip is in de afvaart, zit in de buitenbocht. En wij nemen gewoon de binnenbocht waar ook de minste stroom staat, maar waar het ook het droogst is. Dus het is wel handig als u hier vaart, dat u misschien een schip heeft waar ook een dieptemeter op zit, zodat u een beetje weet hoeveel speling u nog onder de kiel heeft. De vierde, dat is een hele lastige. Want nu is het zo dat we zijn in de opvaart met het kleine schip en wij zitten gewoon aan onze stuurbordswal. En er is een opvarend groot schip dat zit blauw bord te varen aan de andere oever. En er komt grote binnenvaart ook met blauw bord ons tegemoet. En dan zitten wij er in die buitenbocht. Dit is best een lastige situatie, want u zit daar aan de rechterkant aan uw stuurboordswal, zit u in principe veilig. Maar het is daar best diep. De diepe schepen die varen daar ook het liefst. En u heeft daar ook nog de meeste stroom tegen. Dus als die situatie zich voordoet, dan kunnen we zeggen, nou, blijf zitten waar u zit, maar u heeft dan wel een paar slechte momenten, vind ik eerlijk gezegd. Ik zou het volgende advies willen geven. Eigenlijk moet u zeggen van, nou, de Waal, de IJssel, ga daar als beginnend recreant niet te snel naartoe. Probeer een leukere andere route te verzinnen waarmee u misschien die vaarweg kunt mijden. Maar lukt dat niet, en het moet toch gebeuren, dan zou ik zeggen, ga dan op een zaterdag of een zondag varen. Want dan is het ook een stuk rustiger. Dan heeft u veel meer de tijd om op het goede moment de goede uitwijkmanoeuvre te maken. Maar bent u wat ervarener geworden, u krijgt wat meer zelfvertrouwen. En u heeft ook een schip waar best wel veel vermogen in staat. Dan kunt u het op deze manier doen. Maar ik zou ook kunnen adviseren om te zeggen van nou, loop over naar de binnenbocht. Ga achter het schip met het blauwe bord aan die in de opvaart is. Want er staat voor u water genoeg en u heeft dan geen last dat u in de meeste stroom vaart. U bent ook sneller op de plaats van bestemming. Maar het nadeel is dat u 2 keer moet oversteken. En dat oversteken zijn natuurlijk de gevaarlijke momenten. En dan moet u goed terdege op de hoogte zijn van de snelheid van de andere schepen. En doe ik het op het juiste moment en hou ik dan de spelregels in acht. En dan kom ik meteen bij een volgende belangrijke. Dat is namelijk het marifoongebruik. Hier zou dus een marifoon ontzettend goed van pas kunnen komen. Ik merk dat de watersport daar best wel wat moeite mee heeft om de marifoon te pakken. Omdat ze merken dat de beroepsvaart een beetje een eigen vakjargon heeft. Een eigen manier van praten. Dat is inderdaad correct. Maar goed door het te doen, denk ik dat we de meeste kans krijgen om het ook veilig te doen. En gewoon te gebruiken en daarvoor wil ik een paar gouden regels noemen. En dat zijn in mijn ogen de 4 W's. Probeer altijd kort en bondig te praten en dan gaat het om de 4 W's van wie ben je, wat ben je, waar ben je en wat wil je. En dan de eerste 2 zijn het belangrijkste. Wie ben je? Je noemt je scheepsnaam. En dan wat ben je? Het is wel handig om even te zeggen dat je een
jacht bent of dat je een motorkruiser bent. Want wij zijn gewend dat wij communiceren met onze collega's. Als ze nou een scheepsnaam noemen, dan kijk ik op de AIS van waar is dat schip, wie is dat? Maar u heeft waarschijnlijk geen AIS, dus u moet juist even goed vertellen wie u bent en waar u bent. Dan weten we met wie we praten en dan weten we ook welke afspraak we kunnen maken. En dan kunt u zeggen wat u wilt. Dus als u in zo'n situatie zit op de Waal en er moet zich een situatie voordoen dat u zegt ik wil toch blauw bord varen, maar u heeft geen blauw bord, pak de marifoon en zeg wie je bent, wat je bent, waar ben je en wat wil je. En dan hoop ik wel dat mijn collega een heel goed antwoord geeft, want dat is wat ik nog wel eens hoor, dat dat dan weer net niet gebeurt en dan is het een hele vervelende actie aan het worden. Maar op die manier, door de juiste vakjargon te gebruiken, kunt u de marifoon als een veilig navigatiemiddel gebruiken. Vakjargon is best lastig, want ik hoor ook wel eens een schipper zeggen dat hij zich meldt en dan zegt hij, ik kom overstuur de haven uitvaren. Nou, als je dat voor het eerst hoort, dan denkt die man kan beter blijven liggen, want die moet een dokter hebben, want hij is overstuur. Maar in dit geval bedoelt hij, ik ga achteruit een haven uitvaren. Dus overstuur een haven uitvaren is, ik vaar achteruit die haven uit. Dat is vakjargon, dat leert u alleen maar door veel te luisteren op die marifoon en gewoon actief mee te luisteren. En dat is denk ik de beste methode op dat moment. Nou, dan ben ik al bijna weer aan het eind van mijn betoog. Ik kan nog alleen nog maar zeggen dat ik graag al onze brochures die we hebben onder de aandacht breng. De vaarbewaarkaart aan de rechterkant is de meest populair op het ogenblik. Daar staan alle spelregels, alle tekens, alle signalen, alle betonning nog een keer op in het kort. Altijd handig om een speakbriefje bij te houden. Hoe gebruik je een reddingsvest? Het varen bij slecht zicht. Communicatie op het water. En ook heel populair is de staande mastroute. De staande mastroute is toch een, voor de recreatievaart een hele belangrijke route. Die best druk bevaren wordt, ook door de binnenvaart. En het is misschien wel een uitdaging dat we daar volgende keer ook nog eens een webinar over houden. Want hoe meer je daar van tevoren van weet, hoe leuker het wordt om die route te gaan volgen. Ik heb nog niet op de tijd gekeken. Ik heb behoorlijk doorgesproken. We zouden door 9 uur stoppen, dat is het al. Ik denk dat het tijd wordt voor het beantwoorden van een paar vragen misschien. Ik hoor niets meer. Oh, wacht even. Een vraag, ja, dat vind ik een leuke. Ik zie hier een vraag van Hesper Schutten. Waarom hebben sommige schepen een ronde kop en andere een spitse kop? Heeft dat invloed op de zuiging? Goeie vraag, Hester. We hebben 2 typen schepen, kun je zeggen. We hebben namelijk schepen die zijn gebouwd om op een kanaal te varen. En op een kanaal heb je geen stromend water, maar heb je te maken met maximale afmetingen van de sluizen. Dus wat wil nou een klant? Die wil zoveel mogelijk tonnage in zo'n schip stoppen, zodat hij zoveel mogelijk lading mee kan nemen. Dus ze hebben die schepen nou net niet vierkant gemaakt, maar ze hebben ze zoveel mogelijk drijfvermogen gegeven, zodat ze goed die kanalen kunnen invaren. En op die kanalen hebben ze veel drijfvermogen, kunnen ze veel tonnen voor de kant brengen. Ze lopen niet snel. Deze schepen moet je dus niet de Rijn opsturen. Die andere schepen, die scherpe, die zijn juist gemaakt voor de Rijn. Die zijn een snelle kop, snijden door het water heen. En voor de zuiging, waar je naar vraagt, maakt het niet zoveel, want de waterverplaatsing is hetzelfde. Alleen de vaarsnelheid van een schip met een scherpe kop is vele malen hoger. En dat schip is ideaal om lading naar Zwitserland te brengen, om de rivier op te varen. Heeft minder drijfvermogen, kunnen we zeggen, maar is wel eerder op zijn bestemming. Ik hoop dat dit het goede antwoord voor jou is, Hester. Dan, wat is AIS en hoe je daar als pleziervaart gemak van kan hebben? Nou, hele goede. AIS is automatisch identificatiesysteem. Dat betekent dat elk binnenvaartschip, elk schip groter dan 20 meter, moet ik zelf zeggen, heeft een label als het ware. En daarmee kunnen wij elkaar uitlezen. Zeevaart heeft dat heel lang. En je zou als recreant zou je kunnen zeggen, ik neem een AIS laser. Je zou kunnen zeggen, ik ga Marine Traffic een appje downloaden. Maar Marine Traffic loopt altijd een beetje achter. Dus dat is best wel gevaarlijk. Je lost het best op door zelf een AIS aan te schaffen. En op die manier ben je zelf zichtbaar en kun je ook schepen om je heen lezen. Ik pak er zomaar een paar uit, want het zijn er best veel. Als we met een snelle motorboot jullie oplopen, voelen jullie dat? Wat lief. Nou,
best wel. We slingeren twee keer en dan is het meestal over. Je staat er van, stel van hoeveel overlast we soms krijgen, omdat het is soms op een mooie dag en dan zijn we wat aan het schilderen. En dan denk ik, nou het kan wel, er is geen regen. Ja, en dan kom je zo'n motorboot tegen met een hoge snelheid en dan is je schilderwerk bedorven. Dus we merken het zeker als jullie voorbij komen, maar niet hinderlijk op dat moment. Ik word ondertussen. Ik heb wel een marifoon, maar geen papieren daarvoor. Mag ik dan toch ermee onderhandelen? Nee. Ik adviseer u om zo snel mogelijk ergens bij een vaarschool een marifoon bedieningscertificaat te gaan halen. Want u bent in overtreding als u dat zonder bedieningscertificaat doet. En wat u daar onder andere leert is namelijk ook dat een marifoon een reddingsmiddel is. U weet dan precies bij een calamiteit wat en wie u moet roepen en op welk kanaal. Best belangrijk, dus als u een marifoon heeft, hartstikke mooi. Maar zorg even dat u die spoedcursus neemt. Ik denk dat 2 zaterdagen en dan zou u er moeten zijn. Is beroepsvaart verplicht een blauw bord te trekken voor grotere recreatievaart? Wij krijgen opmerkingen van een schipper, ik trek geen bord voor jachtjes. Ja, nou, dat is een hele goeie. Ik zou het wel doen, al is het alleen maar om het duidelijk te maken naar u. Maar nou, wat ik al zei, u heeft allemaal wel uw ervaringen met beroepsvaart, met collega's van mij. En de een is daar wat toeschietelijker in dan de ander. Op de weg zie je dat ook. Ik ga niet meteen zeggen dat het verkeershufters zijn, maar je kunt het met elkaar leuk maken. En dan doe je dat wel eventjes, een kleine moeite en een zwaai naar elkaar. Ik zou willen dat iedere schipper dat van nature deed. Maar ik probeer nog een vraag voor u te vinden. Even kijken. Waarom houden veel schippers hun schroef aan in de sluis? Nou, dat zou niet mogen. Ik vind dat een hele slechte. Als u dat ziet, zeg er wat van. Zeg het ook tegen de sluismeester. Het is ten eerste verboden en het is puur gemakzucht. En het schutter gaat er niet sneller door. Het is alleen, want u moet invaren. Het invaren van u duurt daardoor langer. En daardoor is de schipper ook later door de sluis. Dus laten we met z'n allen afspreken dat we elkaar erop aanspreken. Rijkswater doet het steeds meer. Maar sommige schippers doen het uit gemak niet. Die gebruiken de sluis ook even snel in de machinekamer wat te doen. En dan rennen ze snel even een paar keer heen en weer. Even gauw een plasje doen. Ik snap dat wel, maar zorg dan eerst dat je schip goed vast ligt. Dan kan de andere schepen gewoon ook sneller en veiliger invaren. Dus dat is wel basis 1. Kan de binnenvaart het ook iets rustiger aandoen? Soms wel en soms niet. Het ligt eraan. Wij willen ook geld verdienen. Dus als wij rustig tijd hebben om onze plaats van bestemming te halen, dan gaan we echt niet hard varen, want dat kost ons ook gasolie. Maar zo nu dan kan wezen dat we oponthoud bij een sluis hebben gehad en dat er een zeeschip ligt te wachten om de lading te lossen en wij moeten zo snel mogelijk er zijn, dan ga je toch doorvaren, want je hebt een afspraak om een bepaalde tijd bij die boot te zijn. Dus van nature varen we niet te hard. Liever niet, want het kost ons ook gasolie en brandstof. Maar zo nu en dan moet het eventjes om dat een bepaalde bestemming te halen of nog door een sluis te kunnen die dicht gaat. Dus dan probeer je toch wat harder te varen dan economisch misschien verantwoord is. Excuus daarvoor meteen, maar het is ook economisch belang dan. Waar moet ik liggen bij het schutten? Nou, dat vind ik een goede vraag. Meeste schutten. Schutten we in een sluis van de beroepsvaart eerst en daarna komt de recreatievaart aansluiten. Dat is de veiligste manier, want dat schip is groot, dat komt in met een grote massa. Als die stil ligt, zijn schroef uit het werk heeft, dan kan de rest erbij. Maar dit is wel tevens de meest tijdrovende manier van schutten. Want soms ligt u al tijd te wachten op die schutting en dan moet u alsnog als laatste invaren. Ik ben daar best wel wat progressiever in misschien. Als er ruimte is in een sluis, dan zou ik zeggen, ga voor in de sluis liggen vast, als de sluismeester het goed vindt. En als er niet de grote binnenvaart bij komt, dan blijft hij achter in de sluis. Dan zijn we sneller met het schutproces klaar. En de binnenvaart, en dat moet je niet doen met harde wind, want dan heeft die binnenvaart soms de snelheid nodig. Maar als wij geladen vooral rustig die sluis in komen varen, liggen we op tijd stil. Dan kunt u, als de deuren open gaan, er weer eens eerst uitvaren. Maar dat is per sluis verschillend. Dat bepaalt de sluismeester. En laten we die baas blijven laten zijn op zijn eigen sluis. Hij weet het beste wat goed kan en wat niet kan. Dus dat lijkt mij nog steeds de beste oplossing. Ik ga gewoon door. Veel roeiers. Zie de laatste vraag, SVP. Ik heb de...
Over roeiers wil ik het ook even hebben, want dat is laatste tijd best wel een knelpunt aan het worden, helaas. Door corona lijkt er wel meer tijd te zijn om te roeien. Wij moeten samen met die roeier op het vaarwater zitten. En wij zijn beroepsmatig bezig. En we merken die roeier, die is vaarweg gebruiken, maar met een andere intentie. Die is aan het sporten. En die is met zijn sport bezig. Die is bezig met zijn hartslag. Die is bezig met een aantal slagen per minuut misschien wel. En ondertussen moet hij ook nog op het scheepvaartverkeer letten. Ik merk dat dat de laatste best wel wat vervelende incidentjes heeft opgeleverd. En daar zijn we nog niet gerust op eigenlijk. Ik wil ze dringend advies geven om de roeiers om te zeggen van nou, allereerst ben je gebruiker van het vaarwater en deel je dat met beroepsvaart. Ga nou niet proberen roeiend een schip in te halen. Want op het moment dat je er voorbij bent, en ik heb het je net verteld over de zuiging, je moet extra hard roeien en je bent ook niet meer de baas over je eigen schip. Vervolgens ben je hem voorbij en ga je in zijn dode hoek zitten roeien. Dus wacht nou rustig dat schip af. Het is op die vaarwegen meestal niet zo druk dat er tientallen schepen tegelijk komen. Dus neem het passeren van een schip als een rustmoment voor je training. En ga daarna weer roeien. En ga dan ook niet proberen het schip te ontmoeten juist. Maar probeer er vandaan te roeien in de andere richting op. En laat duidelijk zien waar je bent. Ga in een oranje hesje. Want dat missen we ook nog wel eens. Er zijn afspraken gemaakt dat die roeiers goed zichtbaar zijn. Nou, dat wordt ook nog eens vergeten. Vooral als het dan wat tegen donker of met mistig weer is. En dan willen we jullie graag kunnen zien. Je moet je voorstellen, op een radar valt een roeiboot niet echt op. Dus je zult op een andere manier moeten opvallen. Dus wij zijn ook in gesprek met de roeibond om dat weer wat veiliger te krijgen. Zolang niemand me onderbreekt, dan ga ik nog maar even door. De doodhoek. Hoe ver is de doodhoek? Nou, wij mogen maximaal 350 meter dode hoek hebben. En is die meer, dan moeten wij andere maatregelen nemen. Dan moeten we een uitkijk voor opzetten, bijvoorbeeld, die ons dan vertelt wat daar gebeurt. In Friesland doen we dat bijna, nou, tenminste, ik doe dat daar regelmatig, omdat daar kan het zo druk zijn dat als ik dan op mijn camera's en op mijn camera vaar, ja, soms is het toch nog nodig om iemand aan te roepen en te zeggen even aan de kant of dat ik goed contact heb met mijn stuurman, zodat hij de goede maatregelen kan nemen. Maar dat is dan op een Prinses Margriet kanaal wanneer het heel druk is. Maar de dode hoek is wettelijk gezien mag die tot 350 meter en dan mogen we die dode hoek oplossen door camera's, door spiegels en door de radar die dag en nacht daaraan staat ook om alle objecten in dat gebied waar te nemen. Kijk in ieder geval altijd achterom, want zou je de stuurder ziet, zien wij jou ook. Dat is een graadmeter die altijd opgaat natuurlijk. Het konvooi varen samen met de recreatievaart op de staande mastroute. Ja, dat is vind ik een hele mooie initiatief. De Groene Golf noemen we het ook wel. Hij werkt ook aan de kant van Haarlem met de ringvaart. Het heeft een enorme tijdwinst opgeleverd voor de gebruikers van de Groene Golf. Het geeft minder overlast voor de automobilisten op de snelwegen. Maar het heeft ook zijn wederkering. Laat ik het zo zeggen, het tij keert zich tegen dit goede succes. Want er gaan steeds meer mensen in een konvooi varen. En dat betekent dat die stroomschepen steeds langer worden die door die brug gaan. Die brug staat daardoor best wel lang open. Wat we ook zien is dat gebruikers die in dat konvooi zitten, zo gauw ze door de brug zijn, stoppen ze met snel varen en dan halen ze een tandje af. Vervolgens begint iedereen in te schuiven en dan staat die brug nog extra lang open. Aan de andere kant, wat we ook zien, is dat de laatste soms heel ver achterop raakt. En dan zit die brugwachter van ja, ik wacht toch maar even op hem. Ondertussen staan die auto's maar te wachten. Dus we hebben met de provincie Zuid-Holland hebben we een plan geopperd om samen met ons en met het Watersportverbond en met de Waterrecreatie Nederland Een informatieve film te maken waarbij we een soort gedragsregels voor de konvooivaart gaan aanbieden. Van hoe moet je nou in een konvooi gedragen? Gaan we dichter op elkaar varen? Luister de marifoon goed af. Hou je snelheid in de gaten dat je dicht bij elkaar blijft. Want dan kunnen we op die manier de bruggen openhouden voor ons en kunnen we de overlast voor de automobilist minimaliseren. Want nogmaals, dat moeten we ook samen doen. Varen doe je samen, maar die bruggen moeten we ook samen het leed delen met elkaar. En we moeten zorgen dat we straks niet alleen maar in de nacht door die bruggen kunnen, omdat de bewoners daar last van hebben. En dat is, dan zijn we te ver gegaan. Zolang niemand me vertelt dat ik moet stoppen. Laatste vraag. Ja, konvooivaart, heb ik het over gehad? Dan denk ik dat we aardig aan het gedaan zijn. Ik kan me heel goed voorstellen
dat ik lang niet alle vragen heb kunnen beantwoorden. En we hebben afgesproken dat de vragen die binnen zijn gekomen krijgen, allemaal de komende week, krijgen die een reactie van ons. Daar gaan we even voor zitten om u een goed antwoord te geven. En nogmaals, soms zijn er voor één probleem twee antwoorden. En het belangrijkste blijft, past u in uw dagelijks leven goede zeemanschap toe? Soms moet je in een split second een beslissing nemen. Doe dat wel overwogen. En soms moet je ook afwijken van de reglementen. Dat moeten wij ook wel eens. Als de nood dat vraagt, dan doen we dat. En dan moet je dat wel overwogen kunnen doen. Dus belangrijk is reisvoorbereiding. Blijf achterom kijken. Ja, en dan hoop ik dat we een hele mooie zomer met elkaar weer tegemoet gaan. Is er iemand die nog een eindwoord wil zeggen? Want ik had begrepen dat Carlijn dat nog zou doen, geloof ik. In ieder geval op de website van Varen Doe Je Samen kom je bijna al deze onderwerpen tegen. En ik hoop dat ik u een beetje geprikkeld heb om daar eens naar te gaan kijken. En eigenlijk hoop ik dat we elkaar tegenkomen en dat we eens een hand op kunnen steken. Want dat is natuurlijk helemaal mooi. Met een zonnetje erbij, dan is het echt voorjaar. En dan gaan we weer een mooie zomer tegemoet. Want Nederland blijft toch wel een beetje een waterland. En wie weet zitten daar nog mensen bij die er een beroep van willen maken. Want wij kunnen in onze bedrijf toch altijd nog een paar hele gemotiveerde matrozen en schippers gebruiken. Dan heb ik dat ook meteen maar even gezegd. Kan nooit kwaad. Ja, en... Ja, nou, ik krijg te horen dat we gaan stoppen. Dus dit waren mijn laatste, nou ja, wijze woorden niet, maar goed gemeende woorden. Ik hoop dat u een klein kijkje in onze keuken hebt gekregen. En dat u er niet van geschrokken bent. Dat we best benaderbaar zijn. Ik hoop dat u de marifoon goed gaat gebruiken. Dat u stuurboord wal gaat varen. Dat u achterom gaat kijken. En dan hebben we met elkaar weer een hele mooie zomer. Bedankt voor uw aanwezigheid. Bedankt voor uw geduld. En graag tot een volgende keer.